uit te geven. Dan kan wel lekker sparen, ja. Ja. Ja, dan hou je toch per maand, in mijn geval, in ieder geval 300 gulden extra al over. Ja. Dat is toch wel het verschil. En eigenlijk nog wel meer. Dus het schiet wel op. Maar ome Willem, wat ik van plan was, is als we even de koffie op hebben, want ik zie dat u de sjaal al om heeft. Ja, u? Ik zeg dat u de sjaal al om heeft. Ach. Gaan we zo even lekker naar buiten. Ja. Gaan we een klein stukje rijden. En dan gaan we even nieuwe huis bekijken. Vindt u dat spannend? Ik weet niet wie dat was. Maar hoor en zien en zwijgen. Meisje, maar toen die tijd had ik ook een werkster. Maar oma Willem, ik vraag u iets en u begint over iets anders. Wat moet u dan weten? Gaan we zo nou kijken naar de woning? Gaan we nou zo meteen kijken naar de woning? Gaat u gezellig mee? Moet ik jij dat doen? Nou, dat leek ons wel zo leuk. Dat zou ik niet doen. Die woonkant van mijn... 25.000 gulden erbij krijgen, laat hem maar mieren. Die had doelen voor de beest. Geen smeerlappen. Ome Willem, begrijp ik goed dat u niet wilt? En wat blijft dan die 8.000 gulden? Nou, ome wat blijft die andere auto? Ome Willem heb ik vorige keer ook uitgelegd. Hé, je hebt het niet bezorgd. En toch kwam je terug, daar gaat het om. Dat zijn de bedoelingen. Ome Willem, van die 8.000 gulden gaan we het nieuwe huis helemaal inrichten. Hè? Huh? Van die 8.000 gulden gaan we het nieuwe huis inrichten. Daarvan gaan we verven, gaan we vloerbedekking leggen. Ik eis die 8.000 gulden en die krijg ik. Dan hoef je geen vloer te zeggen. Wie bestelt hij dat? Dat zou ik gaan doen. Maar wie bestelt hij dat? Dan vraag ik je één ding aan. Oh, Willem, dat ga ik bestellen, die vloerbedekking. Maar zo heb ik me geschoten, hoor. Denk dan. Dat weet ik, ome Willem. Wees voorzichtig bij mij. Maar ome Willem. Ja? Het is niet mogelijk, ik heb alle instanties afgebeld, dat u naar het Flevohuis gaat. Daarom hebben we een andere woning voor u gezocht. En dat vond, u kende die woning, zei u ook. Dat vond u een leuke woning. Ze hoeven mij niet juist toe te sturen. Nee, maar waar wilt u dan blijven? Dat moet ik zelf weten. Ja, maar de vorige keer vond u het leuk. Dat moet ik zelf weten. Wie mij daar naartoe stuurt, dat is allemaal voor de heb. Ik weet niet of u het begrijpt. Ja, maar dat is toch voor uw eigen heb? Ja, je kunt lekker praten, maar je begrijpt me niet. Maar ome Willem, u heeft nog steeds geen antwoord op mijn vraag gegeven. Gaat u wel mee of gaat u niet mee vandaag? Hè? Gaat u... Ik wil graag een antwoord van u. Gaat u wel mee even kijken naar de woning of gaat u niet mee kijken? Ik hoef nog geen woning te kijken. Nee, liever niet. Nee, ik heb er wel één toegewezen. Nou, dan doen we het niet.